Gewoon alles wat vanuit China komt, moeten we gewoon niet doen. Dat is gewoon zonde. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Ik las vanmorgen in de krant van zo'n zaak die ermee stopte. Die zei, ik gooi het aan de kant, want het ambachtgevoel is weg. Ja, snap ik. Ik snap dat heel veel schoenmakers en schoenmakers op leeftijd dat zeggen. Omdat natuurlijk vroeger waren allemaal mooie herenschoenen, leren schoenen met zolen en hakken. Dat is wel veranderd die tijd. Het is nou veel meer inderdaad sneakers en ook wat minder mooie schoenen. Maar ook nog steeds de hele mooie schoenen. Ik denk ook als je meegaat met de tijd. En de tijd is gewoon veel wandelaars. Mensen leven op een andere manier. Nemen meer tijd voor zichzelf. Dus gaan meer op vakantie. Meer in de bossen. Gewoon meer vrije tijd. Daar kun je op richten. En dat hebben wij gedaan. We zijn al heel lang bezig met outdoor. En met sneakers. En de specialismen die er juist nu is, en daar moet je op inspelen. Dus eigenlijk is mijn antwoord op jouw vraag is, als je goed onderneemt en een ondernemer bent en je ziet wat je kunt en wat je mag en moet doen, dan loopt je zaak gewoon heel goed. Je moet eigenlijk met je tijd mee en niet blijven hangen van nou, ik heb geen leren, ouderwetse leren schoenen meer, maar juist het nieuwe omarmen. Ja, zeker. Zeker, en je moet, je moet ook mooie, eerlijke prijzen vragen. Dus het is, je moet wel zorgen dat je winkel draait en dat het bedrijf draait. Dat je personeel ook kan werken en ook goed betaald kan worden. Ik denk dat dus als je meegaat, wat je nou ook zegt, Alex zelf zegt, van als je meegaat met de tijd, dan doe je het gewoon goed. Dan kun je het gewoon ook heel goed je boterham verdienen. En het voordeel van deze tijd, en ik zeg altijd, armoede maakt rijkdom. Inderdaad, schoenmakers vallen weg. En dat is eigenlijk heel erg. Voor ons vak is dat heel erg. Maar eigenlijk voor ons en ook voor de jeugd en voor degene die het over gaan nemen, is het de toekomst. Want alles valt weg. Wij doen ontzettend veel online. Mensen vanuit Groningen, overal brengen ze de spullen hier naartoe, omdat we een bekende schoenmakerij zijn. En ja, dan gaat het gewoon goed. Ja, wanneer ben je begonnen? Ja, ik ben zelf al, zit ik al heel lang in de schoenen. Ik denk in 1986 ben ik begonnen met het ontwerpen van schoenen en maken van schoenen. Toen in de orthopedie. Dus ik ben eigenlijk vanuit de kunstacademie ben ik in de orthopedische schoenmakerij gegaan. En vanuit de orthopedische schoenmakerij kreeg ik de kans van mijn ouders. Want mijn ouders zijn in 1985, en dat is misschien wel jouw vraag. In 1985 zijn ze hier begonnen en in 1989 ben ik mee in de zaak gegaan. Dus ja, ik heb altijd met leren, altijd met schoenen, altijd het gevoel gehad met het product. Ja, want ik begon mijn verhaal met, ik las in de krant. Dus ik denk, ik kom hier en dan zie ik dan toch een bezorgde man zich druk makend over zijn... Maar dat is helemaal niet zo, tegenovergestelde. Ja, tegenovergestelde. Ja, ik zie alleen maar dat wij gaan het nog veel beter krijgen. En dat is echt omdat wij zijn echt ondernemers. Je ziet ook de mensen die wij opleiden, van kleins af aan. Deze jonge man, Steven Rad, die werkt al vanaf zijn 14e hier. Ja, als je ziet hoe hij met klanten omgaat, maar ook met grote bedrijven, met grote merken. Ja, dat is gewoon de toekomst. Wij zijn sneaker, wij doen heel veel met sneakers. Dus vandaar hebben we eigenlijk allemaal dezelfde sneakers aan, deze Nikes. Dus daar zijn we ook heel trots op en heel blij mee. Maar het zou ook Adidas kunnen zijn? Of, ja, dat had zomaar gekund. Ja. Wat wij doen is gewoon, hoe zit de markt in elkaar? En dat pakken we aan. Heb je nog een advies voor de jonge lui? Ik bedoel, AliExpress kost schoenen 8,95. Nou ja, ik ben eigenlijk gewoon alles wat vanuit China komt, moeten we gewoon niet doen. Dat is gewoon zonde. U hebt uw schoenen hier naartoe gebracht? Ja. Heeft u dan niet zoiets, ik gooi ze weg, ik koop een nieuwe? Nee, dat heb ik niet, want dat vind ik zonde. Want ik moet je zien hoe mooi dat ze nog zijn, dan ga je toch niet weggooien. Nou, er zijn mensen die ze weggooien. Nee, dat gaan we niet doen. Dus deze zijn mooi gemaakt, die ga ik dadelijk lekker afrekenen. En dan neem ik ze weer mee. Eigenlijk, wat we dus eigenlijk zeggen, gaat heel goed daarin. De schoenmakerij is innoverend. Dus wij zijn continu aan het innoveren, aan het kijken wat is er aan de hand in de wereld. He, mensen die geen leer meer willen hebben, mensen die op kunststofmaterialen lopen. Mensen die op kunststofmaterialen lopen die in Europa worden gemaakt, niet in heel ver weg. He, laat dat maar even zo zeggen zonder te discrimineren. Maar ja, ik denk dat je gewoon, het is gewoon heel belangrijk dat je ziet dat je een mooi product moet kopen.